Breesde wordt vanaf 1845, toen de familie Wettin zich hier vestigde, een belangrijke stad. Door de vele barok- en rococo-architectuur krijgt de stad de bijnaam Florence aan de Elbe. Wij beginnen ons bezoek aan Breesde stroomopwaarts, nabij de Loschwitzbrug, het blauwe wonder. De blauwe in de naam komt van de kleur van de brug. Over de brug vind je een berg met een monorail, met een lengte van 274 meter die je naar een hoogte van 84 meter brengt. We nemen de monorail naar boven en passeren 33 kolommen en komen op een hoogte van 84 meter. Een hoogteverschil van 84 meter. Im oberen Drittel wird sogar eine Steigung von fast 40% erreicht. 1990 stehen hier noch zwei Dampfmaschinen, danach kam ein Elektro. Die freut sich auf ein Wiedersehen, vielleicht schon zur Fahrt in die Talstation. Noch ein kleiner Tipp. De Dresdenaren gaan ervan uit dat men de geschiedenis kent en laten hier aan de bezoeker trots de herbouwde paleizen, de torens en de kerken zien. Sinds 30 oktober 2005 domineert de herbouwde vrouwenkirche het panorama van de stad. En we beginnen hier ons bezoek aan de Altstad. In de nacht van 13 op 14 februari 1945 verwoest een Brits bombardement Dresden. Dresden is in puin, maar de herbouw wordt, met uitzondering van de vrouwenkirche, vrij snel begonnen. Uiteindelijk wordt in 1993 begonnen met de herbouw. De kerk wordt steen voor steen afgebroken. Alles wordt in een computer vastgelegd en wanneer de locatie bekend is, worden ze voorzien van een nummer en opgeslagen om later bij de restauratie gebruikt te kunnen worden. Ons voorbezoek aan Dresden was in 1993, dus zijn we nieuwsgierig hoe de restauratie gestalte heeft gekregen. Aan de buitenzijde van de kerk zie je hoe de donkere stenen van de oude kerk zijn ingepast. We gaan naar binnen en zijn vol bewondering van de prachtig uitgevoerde restauratie en genieten van het toevallig aanwezige mannenkoor.
In de catacombe is een museum ingericht die een beeld geeft over de restauratie. Na de gratis uitvoering van het mannenkoor gaan we verder, want Dresden heeft meer te bieden. We lopen rond de kerk, zien nog het deel van de kerk wat overeind is gebleven en zelfs de klokken, het zijn replica's, hebben hun plaats weer teruggekregen. De Vruchtenzoog, 102 meter lang, siert de noordwand van het Stalhof. Deze muurschildering is een van de bekendste bezienswaardigheden van Dresden. Waar alle 35 Saksische heersers paraderen op 24.000 Meissner porseleintegels en is het grootste porseleinenbeeld ter wereld. We komen in de Zwinger, de naam betekent tussen de muren. Het is een goed voorbeeld van de laatbarokke bouwstijl. Het complex is opgetrokken rond de grote binnenplaats die oorspronkelijk werd gebruikt voor toernooien, parades en feesten. Aan de andere kant van de Elbe in Neustadt heb je de Neustadter Markt met een beeld van de Gouden Ruiter. Een beeld van vorst Friedrich August I. Het beeld is verguld in goud. Als kunstwerk betekent het beeld niet veel. Echter het standbeeld is het bekendste van de stad. Hier begint ook misschien de mooiste straat van Dresden, de Koningsstraat. In de buurt van deze straat is de gezellige markthal van de late 19e eeuw met tal van leuke winkels. We keren weer terug en komen bij de Gouden Ruiter. Hier steken we de Elbe over en komen uit bij de Dom, waar we een bezoek aan brengen. Het heeft een prachtig barok interieur met een mooie preekstoel en orgel.
Buiten gekomen worden we verrast door een verlengde trabant die ons uitnodigt voor een rondrit. We laten de uitnodiging aan ons voorbij gaan en sluiten hier ons bezoek aan Dresden af.